jongens, au, stop het slaan, alsjeblieft. Stefan, Ricardo, waar zijn we? Wat is dit? We zijn gestroomd. In een jungle, eiland. Wat is dit? Nou, dit was onze boot. Oh, er zit nog wat hout erin, jongens. Kunnen we ergens anders praten? Dit is toch al... Ja, hier, we hebben een... Ik volg we jullie. We hebben een grot. Oh, sure, is nog wat extra voedsel voor ons halen. Ik kwam net... Kom maar in de hoek staan. Jullie hebben hier een grot? Oh, wauw. Stones? Kom, ja. Kom ook even. Heeft even jullie wat eten? Ik heb hier alleen maar een spinnenoog en rotte vlees. Geef mij ook maar tenminste wat een beetje eten. Ja, hier, wacht, Stefan. Oh, Stones heeft nog wat. Maar, jongens, wat is daar gebeurd? Wat is dat? Nou, ik weet niet of je het nog herinnert, maar we zijn aangevallen door piraten. Nu herinner ik me weer. Oké, maar... Wat nu? Waar is Jurre? Jurre was eten halen, zei je? Ja, ja. Ik had extra voedsel moeten halen, maar we hebben helemaal niks meer. We hebben een soort hongersnood hier. We hebben nog een paar voedsel over. Oké, ja, ik heb hier nog wat rotte vlees. Ik weet niet, wil je wat? Of een oog, lekker oogballetje. Weet ik veel. Nou, daar worden we eigenlijk ziek van. We hebben al een paar dagen dit gegeten. Oh. Heb je nog een baard? Stoot, heb je nog een baard? Ja, dat klopt. Oh god. Jongens, maar wat is nou het plan? Komt Jurre zo terug dan? Die komt nog terug, ja, hopelijk. Ik denk van wel. Maar moeten we hier nu voor altijd blijven in dit grotje? Ik denk is er geen leven op dit land? Ken je het? Nou nee, ik laat het vast. Vertel. We hebben wel een plek gevonden, maar we hebben een plek gevonden die van een gerucht afkomt. Een gerucht? Welk gerucht? Er zijn zoveel geruchten hier in de piratenwereld. Oké, dat weet je zeker dat je het wilt horen? Ja, wat denk je? Als het ons een huis kan geven, een dak boven ons hoofd, dan wil ik het altijd hebben. The Black Death. Is dat niet de plek waar ondoden die doodgaan op zee naartoe worden gestuurd? Dat hebben we gevonden, ja. Wat? Weet je wat dat betekent? Misschien kunnen we daar naartoe en het overnemen of zo. Nou... Dat is juist het probleem. De laatste keer dat ik daar was, waren er zoveel ondoden. Maar het is toch zo dat die ondoden daar eigenlijk vastzitten, ze kunnen daar nooit meer uit. Ze kunnen niet tegen de zon, nee. Of maanlicht. Maar, waarom gaan we er gewoon niet naartoe? Even kijken, ik wil het zien. Ja, oké. Volg mij maar. Ik ga mannen zo. Hebben jullie al die kisten daarom nagekeken trouwens? Want zit ja, er zit alleen maar hout in. Ja, ik heb nog wel een zwaard en een boog hier. En volgens mij heb ik nog een paar pijlen. Ja, klopt. Op deze kant. Ik heb ook wel wat pijlen. Oké, Stoont, we volgen jou. Oké, Stoont, zijn we er bijna? Want we zijn er best wel aan het lopen. Ja, eigenlijk zijn we er al. Als we gewoon deze kant op lopen verder. Ik zie niks. Ik zie alleen maar bomen en een mist op een afstandje. Nou, kijk. Hier, we zijn er al. Oh, wat is dat? Kijk eens aan. Oh, wat is dat? Oh, dit is groot. Wat? Is het serieus waar? Is het serieus een skelet? Hier, kijk alsjeblieft naar de voorkant. Ik hou er wacht even. Jongens, wacht even. Ik wil even iets eten. Ja. Jongens, hebben jullie een zwaard of iets wapen? Ricardo, heb jij een wapen? Ik heb een wapen. Ricardo, hier heb je een boog. En een paar pijlen. Oh. Dank je. Ik zie er ook stenen, rotsen. Een bordje. Kijk aan. De Black Death. Waarom staat er een bordje bij? Ik denk dat het ook bewoners zijn als er een bordje bij staat. Oh, wie de fuck is daar? Wat? Staan er mensen? Jongens, één voor één. Hallo? Hallo. Kunnen wij... Wie bent u? Ja, kom maar. Ik ben kapitein Youssef. Oké, mooi. Wie zijn jullie? Ik ben kapitein Meindert, dit is mijn crew. We zijn hier niet om jullie aan te vallen ofzo. Ben jij een ondode? Laat maar. Er is er nog één. Die is in de... jongens... Wat? Die is... Youssef, wie zijn deze mensen? Wij komen hier vreemd. Ik ben kapitein Meindert, ik kom van een schip. We zijn hier een tijdje geleden gecrashed aan de strand. Stoot, niet doen. Maar we zijn hier laatst aangekomen. Mijn vriend daar, mijn
matroos Stoont, met zijn mooie hoed. Nou ja. Die, matroos. Die heeft jullie hier gevonden. En toen heeft hij hier ons naartoe geleid. Dus ik dacht, kunnen wij jullie hier ergens mee helpen als ondode zijnde? Ik toevallig kan jullie, jullie dat wel. Onderdak geven, maar dan moeten jullie iets voor ons doen. Ons bezoeken naar de Pearl of the Black Death, dat kon ons weer sterfelijk maken. Stefan, ken je dat? Ken je die legende iets? Ricardo, jij? Het is geen legende. Daar is er nog... Luca. Dat is eentje van dat schip. Wat? Nee, dat lijkt zo. Is hij nieuw hier? Het was een van hun. Hij doet niks kwaad. Maar waarom moeten weg met je boog. Jullie zijn toch onsterfelijk? Jullie verbranden als jullie buiten komen, hè? Ja. Inderdaad. Het ziet er wel een beetje vochtig. Je ziet er zo sterfelijk uit. Laat maar. Maar hebben jullie een kaart al? Want we kunnen hem best voor jullie halen. Maar één ding. Ik wil één ding doen. Ik ga vier staan. Ik geef jullie die Pearl en maak jullie onsterfelijk. In ruil daarvoor sluiten jullie aan bij mijn crew. En dan zorg ik ervoor dat jullie veel zeeslagen kunnen winnen en heel veel goud kunnen krijgen. Want kan ik eindelijk nieuwe kapitein worden? Maar zouden jullie dat... Hier is de map. Oké, bedankt. Jongens, kom, we gaan er naartoe. Oké.